De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verscherpt morgen haar beraad. Ook andere actiemodellen zullen worden toegepast als de beleidsmakers niet met een concrete oplossing komen voor het wensenpakket van de vakorganisatie. De voorzitter van de vakbond, Lloyd Pohl, zegt dat vooral de nieuwe loonreeksen een heikel punt zijn voor het personeel dat nu behoorlijk verhit is en geen genoegen neemt met minder. Wat heel lastig is, is dat de kwestie met betrekking tot de loonreeks tot op dit moment zijn beslag niet heeft gevonden. De clusterministers hebben aangeboden om de 8% welke de overige landsdienaren hebben gehad, dat ook toe te kennen aan het academisch ziekenhuis. En zij hebben aangegeven dat zij het zullen betalen aan de totale zorg, aan de totale zorgsector. Voor ons is het een goed teken dat zij het willen betalen aan de totale zorgsector. Want iedereen binnen de zorgsector moet eruit komen, moet beter betaald worden. Die brindering is het meest bij AZ, maar dat betekent niet dat de overige ziekenhuizen gevrijwaard zijn daarvan. Wat wij de minister op dat moment direct hebben gezegd, het moet niet erop lijken alsof die 8% een tussentijdse oplossing is, voor ons niet. Pohl merkt op dat de 8% loonsverhoging een afspraak is tussen de regering en de vakbeweging, welke voor de totale ambtenarij geldt. Alle landsdienaren en daaraan gelijkgestelden hebben recht hierop. Ten aanzien van de opnamestop, welke door de directie is aangekondigd, benadrukt de bond andermaal dat het probleem is ontstaan door de tekorten aan personeel en middelen en niet door het beraad. Zonder het beraad heeft u gezien wat er gebeurt op de neonatale afdeling. Er is een arts, hou me de naam even ten goede, wat is de arts, Lisbeth, die duidelijk heeft aangegeven wat de situatie daar is. Hoe denkt u dat de situatie is in de rest van het ziekenhuis? Er is beloofd dat er verpleegkundigen zouden komen. Heeft u gemerkt dat er eentje is gekomen? De situatie is verergerd. Men heeft gesproken over de Nildialyse Centrum. Men verzwijgt dat op dit moment tal van neerdialyse technicians en verpleegkundigen op vertrek staan, alleen maar omdat er geen oplossing komt in de problemen die er zijn. Dus wanneer men denkt de bond het personeel in kwaad daglicht te zetten, laat men even hun handen in eigen boezem steken. Laten wij nou ophouden met het na you of anno you probleem dat wij meestal hebben. Pohl zegt dat partijen hun verantwoordelijkheid moeten innemen en de problemen moeten oplossen voor het personeel. De directie praat naar zijn zeggen niet over de onderbezettingen die zijn ontstaan door het vertrek van personeel. En precies daaraan moet er dringend worden gewerkt om de tekorten weg te werken, meent de bond.